En we zijn in beeld en we, dat zijn wat een half wat. Ik, Rogier den Dekker, en naast mijn vriend Henk Broek. Henk, welkom op Alkmaar. Ik ga jou eerst even introduceren. En ik denk dat ik kan zeggen dat je een liefhebber bent. En dat je aan de basis staat van deze dag. Waarbij er uiteindelijk een hele bijzondere duo-sulkiekoers plaatsvindt. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Ik ben hartstikke blij dat weer zo wordt georganiseerd. En dat doen we met alle liefde. Je bent ook nooit te beroerd om te zeggen van dit initiatief steun ik. Nee, helemaal niet. Ik ben gek van de paardensport en ga ik besteden door een beker of wat andere dingen. Hartstikke leuk. Nou is dat een koers, een duosulky koers voor mensen met een beperking. Ik merk die beperking aan jou niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik geloof dat je artiesten onder je hoede hebt en je hebt je voortgeplant met een mooi gezin. Wat is er met jou aan de hand, Henk? Ik heb vroeger epilepsie gekregen en daar ben ik gelukkig overheen gegroeid. Kijk aan, dus jij kan het leven zo normaal leiden als ieder ander mens. Ja, klopt. Ja. Maar toch, door je epilepsie heb je één keer in het jaar de kans om iets unieks mee te maken. Vertel eens over hoe mooi dat is, die koers. Nou, het is een heel mooie koers en ik vind het echt spannend om mee te doen. En het gaat naar wat toe. Ja, kan ik me voorstellen, je hebt ook al een aardige palmares opgebouwd, hè? Want heb je hem één of twee keer gewonnen? Twee keer nu. Ik ga nu waarschijnlijk voor de derde keer, maar het zou heel moeilijk worden dit jaar. Vertel, want je hebt geen outsider? Ja, ik heb een goede paard, maar er lopen sterke paarden mee, momenteel. Wie denk jij dan dat vandaag de favoriet is? Ik denk André Zwageman. Andrea. Kijk aan. Die gaat vlug van start en dan kijken of we kunnen. Maar ik heb mijn tactiek al uitgepluisterd, dus. Hartstikke mooi, Henk. Wil jij misschien nog mensen bedanken voor deze dag? Ja, ik wil alle sponsors nog bedanken. En ik wou de stal Rob de Vlieger bedanken, waar ik getraind heb. Vertel dat even, dat is heel bijzonder. Hè? Want Rob zei, als die koers eraan komt, dan moet je maar komen oefenen ook. Ja, klopt. Ik heb met Samantha gepraat en zei, kom maar even lekker langs. En toen heb ik met een Bram mee op Dulkie gezeten. Hebben twee keer geoefend en dat ging hartstikke prima. Ja, de dag van je leven. Ja, zeker weten. Mag van mij meer komen. Heel mooi, Henk. Geniet van deze dag en bedankt voor alles wat je doet. Ja, dankjewel. Veel succes.